Maar later bleef ik toch langer aan één speen drinken en we hadden toch het idee dat er wat uitkwam. Ja, beste mensen, ik werd van de week gebeld door Harry Evers, onze alpakaman, dat hij een jong had dat was geboren en dat het pootje scheef stond. Sterker nog, het hoefje klapte helemaal zo naar boven. Zijn ogen waren een beetje bol en dat ik kon komen kijken, want ze hadden er geen vertrouwen in. Maar ik kon er wel op staan. Ik ben erheen gegaan met zo'n mooie spalk en die hebben we om het pootje gedaan. Eerst wat ertussen en dan spalk er tegenaan en omwikkeld, want ook de elleboog was niet helemaal goed. Het voetje boog wat naar voren toe, daar loopt hij eigenlijk best goed op. Kun je op het filmpje heel mooi zien. Een bijkomend probleem was dat de moeder had ook geen melk. En handopfok alpaca is al lastig, zeker als het een hengst is. Dus ze zijn het alpaca jong 6-7 keer per dag gaan bijvoeren met een flesje, maar hebben de alpaca wel gewoon bij de moeder gelaten en hij blijft zoeken de uier. In het begin wisselt hij van speen naar speen, lijkt er een beetje op alsof hij geen melk heeft, maar later bleef hij toch langer aan één speen drinken en we hadden toch het idee dat er wat uitkwam. Dus, ja, dan is nog een probleempje is nog dat als het zo regent, wat in Nederland wel eens doet de laatste tijd, dat die watten nat worden. Dus zijn vaste verzorgster, een hele goeie, die heeft er plastic omheen gedaan, zodat het pootje niet nat wordt. En het jong redt zich er vreselijk mee. Of het goed gaat komen, dat weten we niet. Maar ik heb goede hoop dat hij zich redelijk gaat redden met het pootje. En dat hij de onderkant, misschien moet hij daar nog een keertje met een schoentje naar gaan kijken. Maar op dit moment moet hij vooral drinken, lopen en een beetje groeien.